Afgelopen wedstrijden, later pas in de wedstrijd, gelijk gekomen. Vandaag in de tweede periode gelijk de leiding genomen. Wat was vandaag anders dan andere wedstrijden? Poeh. Moeilijk zeggen. Misschien dat we vandaag het zelf wat makkelijker maakten. Ik denk dat we alle wedstrijden die we gespeeld hebben gewoon de betere ploeg waren. Alleen niet gescoord hebben. Voorin zijn we misschien nog een beetje aan het zoeken van ja, hoe speel je ja, de chemie tussen de aanvallers. Dus wij hebben 8 nieuwe jongens, dus het is ook gewoon nou nog even zoeken van de combinaties. Bijvoorbeeld, ik sta nu met Mike en Ben, waar schaatsen Mike graag, waar komt een Ben graag? En dat we vanuit daar verder kunnen, om dan ook gewoon eerder in de wedstrijd eigenlijk het verschil te maken zoals vandaag. Dus als je zegt, een nieuwe frisse wind aan het team, je bent al best wel jaren in dit Eatershirt. Hoe kijk jij met je ervaring naar komend seizoen? Ja, ik denk dat we er nou heel goed voor staan. Ik denk dat we vanuit achteruit heel gestructureerd spelen. Dus ik denk, ja, je bouwt vanuit achteruit naar vooruit. Ik denk vanuit achteruit staat het nou gewoon heel goed. En dan is het bouwen naar vooruit, daar vanuit de structuur naar de creativiteit. We krijgen natuurlijk ook Akeem en Jeffrey binnenkort terug. Dus dat geeft ook nog wat meer aanvallende input. Dus, ja, ik denk nog wel redelijk wat rek in zit, dus ik ben benieuwd waar het gaat eindigen. Maar voor nu ben ik hartstikke tevreden waar we staan. Je bent momenteel topscorer van het team. Leeftijd is maar een getal, toch? Ja, dat maakt niks uit. Topscorer of niet, het belangrijkste is dat we gewoon punten pakken. Ja, het is leuk. Ga ik niet meer liggen, maar ja, je speelt niet alleen. Volgens mij heb ik 1 keer gescoord, dus voor de rest heb ik alles aan mijn teamgenoten te danken. Dat zij hem erin schieten. Ik blijf er ook niet het hele seizoen staan, maar voor nu... Prima, gewoon lekker doorgaan, wedstrijd blijven winnen, punten pakken, die top 4 pakken in deze en dan op naar de play-offs, naar de finales voor dit. 2 best fysieke teams gehad dit weekend. Hoe reageer je daarop? Op de fysieke teams bedoel je? Ja, ik denk dat wij ook gewoon een fysiek team zijn en dat wij daar gewoon goed op kunnen spelen. Gisteren hebben we het een beetje laten liggen in de overtime, maar we komen vandaag wel weer hard terug. Mike, jouw constant geleden is zeker niet onopgemerkt. Hoe vind jij dat jouw speelstijl past in het team van de Eaters? Ik denk dat het zelf wel er goed bij past. Ik hoop dat we ook zo door blijven gaan. Ik denk dat we goed op weg zijn naar zometeen de play-offs. En dat we een hele grote kans hebben op de finale. Het publiek was vandaag vaker oneens met de scheidsrechter. Hoe kijk jij daar tegenop? Ja, ik zelf ook. Ik had 3 straffen, dus ik was het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat... Dat ze soms wat scherper moeten zijn, maar dat heb je wel eens.